Hoi, ik ben Jet en vandaag ga ik op bezoek bij Lide bij Welten. Zij is een van de beste hockeysters van de wereld, speelt bij Den Bosch en bij Oranje. En ik ben benieuwd hoe zij aan de top is gekomen. Maar vooral ook, hoe blijf je aan de top? Hey, hallo, wat leuk. Goed zien. Ja, gezellig. Ik ga een dagje met je mee trainen. Ja, leuk. Nou, welkom in mijn huis. En ik zie een super lekkere grote bank. Ja, maar dat is echt mijn grootste trots. Oh, hier kan je echt wel het hele elftal op zitten, of niet? Ja, dat is binnenkort hier ook een filmavond. Dat doe je ook wel eens. Ja. En als je hier dan zo zit en een beetje naar al je prijzen kijkt en de foto's, denk je dan wel van, ja, ik heb het wel goed voor elkaar. Ja, en het inspireert ook weer voor de volgende training. Dat je, weet je wel, dan wil je nog beter en nog meer uit jezelf halen. Ja. Maar het is niet dat ik hier zit te kijken en denk, nou, ik ben er wel. Dan is het juist dat ik wil, daar is nog wel plek en daar is plek en er kan nog veel meer bij. Hey, en hoe hou je een sportdieet een beetje leuk voor jezelf? Ja, eigenlijk door een beetje de ongezonde dingen gezond na te maken. Dus dat vind ik altijd wel het leukste om te doen. Wow, feestje. Komt eraan hoor, Jet. Oh, het ruikt al heel erg lekker. Ik voel mezelf nog druk. Oh, dat ziet er feestelijk uit. Oh, sorry. Maakt niet uit. Mijn favoriete ontbijt is dit echt. Goeie bodem. Ja, wel hè. Mm-hmm. We gaan hardlopen. Ja. Een speciale plek, of niet? Ja, we gaan naar Valkenswaard. Hey, waarom heb je me hier op deze plek uitgenodigd? Ja, dit is waar ik eigenlijk ben opgegroeid. Het is dicht bij hockeyclub Hot. En daar ben ik ook begonnen met hockey. Merkte je van, oké, ik geloof dat ik heel goed kan worden hierin. Toen ik de stad naar Den Bosch heb gemaakt, dat was denk ik ook wel voor mij een keerpunt. En toen is het ook best wel snel gegaan. Maar ik kan me voorstellen, als je 13 jaar bent en je kiest ervoor om tophockeyer te worden, dat is een ander leven dan meisjes uit je klas. Het was soms ook wel een beetje alleen, omdat iedereen natuurlijk op zaterdagavond op stap ging en met jongens bezig is. Ja. Er zijn er heel veel met talent. Dan maakt er echt een schifting tussen de echte doorzetters die er iets mee doen en de mensen die heel veel andere dingen ook nog heel interessant vinden. Krijg je hier ook nog een beetje een bepaald gevoel als je hier loopt? Ik was hier echt bijna iedere dag te vinden. Ik vind het ook echt weer leuk om terug te zijn. Nou, we zijn er bijna, maar een sprintje trekken? Kom op. Oh, ik toch gewonnen. Heb je een beetje de meisjes in de smiezen? Zie je er wat tussen zit of niet? Ja, er zit wel wat met talent. En vooral fanatisme, dus dat is leuk om te zien. Heb je vriendinnen overgehouden aan deze tijd? Ja, maar de meeste spreek ik eigenlijk bijna niet meer. En je ontgroeit elkaar gewoon, dus... Ja, het is niet zo dat ze zijn niet jaloers op je of zo. Nee, dat denk ik niet. Het was al vrij snel duidelijk dat ik vooral ook heel fanatiek was. Was je toen net zo jong als die meisjes daar? Ja. Dus mensen vragen altijd van, wat is nou echt belangrijk? En dan denk ik echt gewoon dat je er heel hard voor werkt. En, maar dat zie je bij hen ook. En dat je er heel veel plezier in hebt. Is het ook wel eens misgegaan? Heb je wel eens een tegenslag gehad? Na 2012 Olympische Spelen. Ik was 22 en ik had 2 Olympische gouden medailles. Vond het allemaal wel... Ging het best goed? Ja, ik dacht, het gaat best goed en het gaat wel lekker. En ik bleef iets te lang zitten in de fase na de Olympische Spelen. Toen had ik wat moeite om weer terug in het topsportregime te komen. Dus toen heeft mijn coach mij die zomer thuis gelaten. En die zei, ga maar even aan jezelf werken. En wat doe je dan? Nou, de eerste week was ik boos. En als je niet wil dat ik in dit team zit, dan lekker niet. En toen heb ik eigenlijk al heel snel een plan gemaakt. En ik wilde ook wel laten zien aan mijn coach en aan de buitenwereld van, wacht maar, ik kom terug en ik kom harder terug ook. Uiteindelijk om echt aan de top te komen, besefte ik dat ik ook echt nog wat extra's moet geven. En toen kwam ik dus ook terug, eerste toernooi. En ik had het echt gewoon zo naar mijn zin. En ik werd ook dus best speelster van het toernooi. En dat was voor mezelf ook wel een soort van bekroning op een zomer hard werken. Ja, ik dacht echt al de hele dag van, ik wil even tegen de sprint. Oké, we zijn nu op mijn club. Oké. Hoe vaak doe je dit? 2 keer per week doen we krachttraining en dan soms met het team, maar soms ook individueel. En kan je een beetje beschrijven wat jouw rol is binnen het team? Nou, door zelf natuurlijk het goede voorbeeld te laten zien. En daarnaast ben ik denk ook wel voor de sfeer. Ik ben altijd wel in voor een lolletje en ik sta vaak wel met een lach op de training. Dus ik denk dat dat wel mijn rol is. Wat wil je nog? Want je hebt al zoveel bereikt.
Nou, het is gewoon, ik wil nog steeds het beste uit mezelf halen. En ik heb niet het idee dat ik, zeg maar, mijn top al bereikt heb. En ik wil gewoon die gouden plak op de Spelen weer binnen gaan halen. En dat is de top? Ja. Je gaat zo meteen trainen. Ik denk dat het beter is dat ik langs het veld blijf staan. Maar ik ga wel naar je kijken en ik bewonder je echt heel erg. En ik ben ook super, super, super trots op je. Ik zie hoeveel ontiegelijk veel plezier je er ook uithaalt, maar ook hoe hard je traint. Dus dat is echt een groot voorbeeld voor iedereen. Ah, dankjewel. Ik zie er eens gewoon gelegen van. Ik vond het zo leuk om eens een dag met Liedewij mee te lopen. En Liedewij vond mij echt hartstikke goed op goal. En als voetbalmeisje mag ik die best in mijn zak steken, vind ik. Moet je nou heel hard lachen? Nee, ik zou niet durven. Eens kijken of jij een balletje kan scoren bij mij. Ja, is ze. Je lacht me uit. Auw. Mooie redding hoor. Goed gedaan. Goed gedaan. Nou, voor voetballen was je best goed. Ja, ik ook. Doei.